Even kijken hoor. Ja, paaseieren. Oh, ik ben net te laat. Hij heeft hem al binnen. Nou, wil jij nog een oranje? Vind je dat lekker? Oh, kijk. Dat groene schilletje, dat vindt hij geloof ik niet zo. Vind je die oranje ook lekker? Op een gegeven moment zijn paaseieren niet meer lekker, hè? Het zijn gewoon echte eieren, maar het kleurtje eromheen. Ze zijn natuurlijk al een paar dagen geleden gekookt. Nee, vind je het niks, die oranje? Toch wel. Makkelijk hè, toch? Nee, niet. Oh, ja. Nou. Kijk op Pippie, dat probeert de eierrest een beetje weg te halen. Ik heb er nog twee over, dat geef ik even aan die andere. Die is niet meer zo snel. Lekker hè? Hier is die ander. Die wordt wat dunner en wat magerder. Die krijgt van mij ook lekker twee eitjes. Ja, dat is een andere kleur dan je gewend bent hè? Jammer, ja. Eerst maar eens even proberen. Vertrouw je het niet? Nee, dat zou ik ook niet doen. Ja, zo'n rauw ei die valt natuurlijk lekker uit elkaar. Zo'n gekookt ei, dan moet je zo'n heel schilletje gaan erachter. Dat moet tussen je tanden zitten, hè? Wat is er? We hebben nog een blauwe voor je. Weet je wat? Ja hoor. Ze trapt er niet in. Nou, heerlijk. Zullen we eens even kijken. Of dat kippetje hier haar eitjes weet te behouden. Ik geloof er niks van, want ze zit nu in een heel ander hoekje. Heb je nog een ei eronder zitten? Nee, dat is ook wel een beetje dom van jou. Ja, die zijdehondjes zijn ook niet bekend om hun intelligentie. Sukkelaar. Nou, succes. Ja, ondertussen ben jij klaar met je ei. Nou, dat was een paas leftover. Nog even bij de andere kuikens kijken. Nou, die zit er helemaal prinses heerlijk bij. Dus dat gaat goed met die, al die kuikens. Goeie adoptiemoeder. En natuurlijk dit kuiken. Dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Zal ik er ook even wat eten geven? Nou, kijk eens even. Dat gaat hartstikke goed. Zelfs met die grote haan erbij. Maar dat is ook wel echt een hele erg lieverd. Ziet er goed uit. Ze zijn niet per se heel benaderbaar. Als ik dichterbij kom, dan vinden ze het minder geslaagd. Maar zo gaat het goed. Nou, gaat super.